Een zeer goeie dag allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik heb dit is. Ja. Wat gebeurt er nu? Twee vlogs op één dag. Wauw. Moet kunnen. De Q&A. En nu een gewone vlog. Kijk, ik ga nu even ook opruimen samen met jullie. Ik ga jullie toch wat ietsjes dichterbij nemen. Want jullie staan op in een sticky. Sticky. Voilà. Dus de vuilzakken moeten nog naar buiten toe. S'avonds staat de vuilkar al hier en dan staat daar weer al niet buiten. En dat is niet de bedoeling. Want ik ben zelfs één keer mijn vuilzak vergeten, maar geen een tweede keer. Blauwe zakken moeten ook nog buiten. Dus even alles versneld doen. En dan weet ik nog niet wat ik ga doen. Ah ja, mijn vlog nog uploaden. Ja, mijn Q&A. En voor de rest, ja, dat weet ik nog niet wat ik ga doen. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Jojo. Zo mensen. Ik ga zelfs ook nog een kookvlog voor jullie maken. Dus wat gaat er dan op het menu staan? Voor mij rijst met gele currysaus en kippenblokjes. Dus ik zal wel zeggen van veel kijkplezier. En ja. Zeg eens tegen de kijkers wat ik heb gemaakt. Voor mij en Chris. Zo'n collage. Dat bedoelt je toch? Nee, een overschotel. Een overschotel, juist. Met. Luister prei, goed, hè. Met prei, gehakt, wortelen, puree en dan zo'n boter daar over de puree en dan in de oven. Oh, heerlijk. Ja, dat is echt heel. Oh my god, ik kan ermee praten. Dank u, schatje. Wat? Ja, Timmy, jij vindt dat niet lekker, hè? Ik weet dat van u. Ja, dat weet ik ook wel. Maar voor de kijkers is dat toch heel heerlijk. Ja, maar jij moet dat niet zeggen als jij dat niet lekker vindt, hè? Dat is ook heel waar. Ja. Ja, ik ben een moeilijke eter, mensen. En dat weten jullie ook wel al. Van heel vroeger ook. Van mijn vlogs. Oké. Maar nu ga ik... Straks maak ik een foto van de vlog van de... Van de... Psycho TV. Ja, maar van de overschotel. Oké, van de overschotel gaat zij een fotoje van maken. Of een klein beeldje maken met haar gsm dan. En die zie ik dan er ook even tussen. Dus ik ben ook naar de winkel geweest. Nogmaals, voor kippenblokjes dan gaan te kopen. En... rijst heb je dan nog bijgekocht en gele currysaus. Dus dan zien jullie dat zelfs wel verschijnen. Lekker. Hallo allemaal en welkom dus op de kookvlog. Ik ga dus rijst met gele currysaus nog eens een keer maken. En met kippenblokjes. Dus ik heb hier mijn kippenblokjes. Ik heb mijn water al opgezet, al wat voorverwarmd. Dus die is nog warm aan het worden. Deze gaan we gewoon terugzetten. Deze hebben we niet nodig. Voilà. Ik heb hier mijn pakjes gele currysaus. Voilà. Ik heb ook de oven aanstaan, maar dat is niet van mij, van mij. Maar jullie hebben het al in de vlog gehoord. Dat is van mijn schatje Bea. Dus dat is de ovenschotel. Dus, wat gaan we doen? Ik ga de gele curry voeden. Die klap ik altijd goed op. Voilà, dat dat goed onderaan zit. Dan doen we dat pakje per pakje open, Dimitri. Voilà. Pakje nummer uno. Even hier iets aan de kant leggen. Als het tot blijft liggen. Voilà. Pakje nummer uno. Dat gooien we bij de restafval. Pakje nummer 2.
Dus ik ga twee kwastjes maken. Dat betekent 500 milliliter melk. Maar ik doe maar 450 milliliter melk. Waarom? Om een dikheid te hebben in mijn currysaus. En dat heb ik heel graag. Wat doe ik nog meestal in mijn currysaus? Dat is wat nootmuskat. Maar dat is voor iedereen anders. Dat is voor mij een heerlijke smaakje er nog extra aan te binden. Dus ik ga wat nootmuskat erbij doen. Voilà. Dan. Mijn water. Die begint zo wat te koken zelfs. Daar heb je dan ook nog nodig. Dus twee keren een kippenbouillon. Omdat we toch goed met kippenblokjes gaan werken. Als ik het nu nog open krijg. Wat gaat die op? Oké. Okay. Wat erop staat. Voilà. Mijn eerste kippenbouillon is open. Die leg ik even op een doosje. Ja, ik heb ook COVID-19 zelftests laten arriveren. Als ik terugkwam van Zweden, dat ik daar een test ging voor doen. Maar ja, nu moet het niet. Ik ben niet verkouden of niks. Dan pak ik hier mijn melk. Mijn 450 milliliter melk. Die gooien we hierin. Voilà. Dan kuis ik gewoon al rechts uit. Dat is ook al gebeurd. Dan is de oven ook al heerlijk warm. Dan kan ik haar ovenschotel daar ook in doen. Valessa, hier is haar ovenschotel. Die stik ik er nu in. Voilà. En dat kan ook dan weer al lekker warm worden. Dan pakken we nog de klopper erbij. Heb ik dan nog iets nodig? Ja. Dit, een vork. Voor mijn vlees te kunnen wat op te kloppen. Voilà. Dan de volgende obstakel. Mijn kippenblokjes open krijgen. Kijk, ik zie nergens geen randje waar je dat zo kunt open doen. Daar moeten ze nog wel een systeem op vinden. Vind ik toch. Dan zoek ik hier in mijn laadje, mijn mesje. Maak ik daar een klein sneekje mee. Als je gaat koken. En je bent toch wel redelijk nog jong. Vraag ook aan je ouders als je er continu dat die er ook bij zijn. Als je het dus wilt klaarmaken voor hun. Hè. Bedoel ik dan. Hè. Voilà, alle plastic is er vanaf. Dat ligt nu open en bloot. Dan pak ik een stukje bakboter. Juist, dan moet ik terug in mijn laai zijn. Pak ik een goed scherp mes. Ha! Goed scherp. Voilà. Dan pak je toch een redelijke hap uit. Voilà. Dat leg ik dus in mijn pan. Dan kan dat zelfs ook smelten. Dus wanneer begin ik daar echt officieel aan? Met koken. Dat is even een handdoek nemen. Als mijn water echt begint te koken. Ik zie dat er nu ook al bubbeltjes begint te ontstaan. In mijn kookproces. En die kan dan terug. En voilà.
Dan. Voilà, zo ben ik een echte kok. Ja, dat kan ook al bij de afval. Mijn rijstzakjes die liggen ook al klaar. Dan ben ik nog eens even aan het kijken. Ah, daar staat Google. Deze gaan we nog even behouden. Juist, dat wil ik doen. 8 minuten. 8 minuten, oké. Het water begint stilkens af aan tot een kookpunt te komen. Ook al is er wat roeren in mijn gele currysaus. Die ga ik ook stilkens af aan ook al beginnen op te zetten. En ook mijn kookpan, dat mijn heerlijke bakboter ook stilkens af aan kan beginnen te smelten. Sorry als er even, soms zo stille momenten zijn. Maar dan ben ik ook aan het concentreren ook op mijn water, op mijn vlees en al. Dus nu mogen ook deze kippenbouillon daarbij. En als die goed, echt goed weg zijn. Dus bijna nu ongeveer. Dan ga ik ook even zeggen van, zet uw geluid dan even weer opnieuw uit, want ik ga weer Google raadplegen voor die 8 minuten te kunnen... Ah nee, ik heb mijn gsm. Ik had dat niet moeten doen. Voilà. Applicaties. Even nog zoeken naar mijn pratende wekker. Hier, rijst, 8 minuten. Die staat er ook al tussen. Deze ga ik er nu in doen. Voilà. Ja, het water kookt een klein beetje altijd wat over bij mij. Sorry ervoor. Dan ga ik ook stilkens af aan wrijven bij mijn bakboter. Die begint ook stilkens af aan te smelten, dat is goed. Dan ga ik mijn bakboter ook terug in de frigo zetten. Stel ik eens, want jullie staan op de frigo. Ja, mijn camera. En laat echt ook in de comments weten van... what the fuck? Je hebt vrijdags 2 vlogs gemaakt? Dat kan toch niet? Waar gaan we dat eens schrijven? Ja, mensen. Dat is nu eens kunnen, hè. Dus nu is bijna mijn boter ook gesmolten. Hihi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Sta ik er straks bij? Ja, schatje. Mooi. Dank u. Ja, mijn schatje kwam even aan de deur gaat piepen. Maar ook wel, hoor. Mijn rijst moet nog 6 minuten 40 seconden aanstaan. Ik hoop dat dan ook mijn dingen klaar geraakt. Mijn kippenblokjes. Dat ik daar niet te laat aan ben begonnen voor dat te laat smelten en gaar te worden. Oké, ik zie dat er nu zo wat mijn pakboter wat bruinachtig is. Dus dat is goed. Ik zie hier nu ook nog iets witsachtig. Dan ga ik het proberen eruit te halen. Oh. Nee, nee, dat is niks. Oké. Okay. Mijn kippenblokjes gaan daarin. Voilà. Wat blieft? Ja, die staat al in. Ja, mijn vriendinnetje vroeg als de ovenschotel er al in stond. En waarom ik even zo omhoog ging, dat was dat er een lekkere warme spatje water op mij was gekomen. Oké, die is nu dus ook aan het, lekker aan het garen. Ik doe er dan ook nog wat kippenkruiden over.
Valessa. En laat die dan maar lekker garen. Dat er een lekker bruin korstje eraan komt. Maar ook wel regelmatig ook omroeren. En ook natuurlijk niet vergeten ook in uw gele currysaus te roeren. Want die staat ook op. Voor het lekker warm te worden. En een heerlijk dik sapje te hebben. Een heerlijk dik sausje. Zo was het, sausje. Ik was het woordje vergeten, saus. Dan ga ik nog eens vrij eens roeren in mijn kippenblokjes. Amai, ze zijn wel hennige kippenblokjes, moet ik wel zeggen. Die gaan even tijd nodig hebben om op te staan. Probeer daar ook altijd al het roze te laten bakken, hè. Dus dat te wat gaar is, hè, mensen. Voilà, ik ga nog eens even een gele currysaus roeren. Mijn rijst moet nog 4 minuten opstaan. Dus we zijn echt heel goed bezig met koken nu. Nu zijn we er echt eraan begonnen, hè. Nu ben ik echt goed aan het koken. Nu moet ik al echt alles zo wat in de gaten houden. Ah ja. Ja, oké. Ah, oké. Valessa, hier is mijn pennetje. Ah, zeg ze. Ik ga even op de kamerlicht uit doen. Voilà, de kamerlicht gaat uit. Ik stoot mij met een arm tegen de bed. Oei. Dus ja, ik ga even verder horen. Mag ik zelf dat... kijken naar mijn eten? Ja. Mijn gele currysaus is cool aan het... koken bijna tot aan een kookpunt, dus die mag zelfs van het vuur. Dus ik ga ook het vuur direct ook uitzetten. Ik kan die nu ook al uitzetten. Voilà. Ik laat mijn spatel daar ook in. Waarom? Om zelfs ook de rijst erdoor te kunnen mengen. Kijk maar eens. Katje, naar uw eten. Ja, wacht. Ik ga eens kijken. Het begint al. Dat weet je zien. Ja, het mag wel iets vallen. Oké. Want ik denk... voilà, 200. Nee, 200 moet het niet. Die moet op dezelfde graden blijven. Oké, ja, dan staat die, is die nu terug op aan het warmen. Maar die moet toch... Die moet... zo goudbruin, ik zie zo werkt het. Ah, oké. Mijn kippenblokjes die zijn ook bijna gaar. Ja, sorry dat ik hier over druk begin. Dat is het niet erg, dat is voor die vlog. Oké. Ik wou gewoon een charme laten zien dat ik ook vandaag gekookt heb. Ja. En dan gaat zelfs dan ook zusje in mijn vlog zitten. Hoeveel borden? Pak 3. Zelfs dat Christje toch een rondje krijgt. Wil jij een rondbord? Nee, ik in een superbord. Ja. Dat was niet wat ik bedoelde. En waren jullie zo'n grotere borden zeker? Ja, 20 meter. Oké. Okay. Ik ga even nemen, sorry dat jullie geen beelden meer hebben. Voilà, hier ben ik terug. Hallo! Zeg dat ik tegen... Ja, waar ik altijd zit. Ja. Nee,
Alsjeblieft. Oei, ja. Dat zie ik het. Ik had een tassiesje niet opgeruimd. Mensen, ja. Ik heb dus... Jij hebt een vork, dus... Moet je een lepel of een vork? Een vork. Oh ja, natuurlijk moet je eens kijken of je een schep hebt. Ja. Ja, mijn rijst mag nu dus afgegooid worden op mijn wekker gaat. Dus ik ga ook het vlees ook van het vuur halen, dus die is ook redelijk gaar. Dus ik ga alles nu uitzetten. En dan ook afgieten. We gaan het zo moeten doen. Ah, oké. Okay. Oh, maar je hebt geen twee schalen. Zo twee van die bruin. Ja, bruin? Voor die uit te halen. Ah, overwandjes. Ja. Jawel, jawel, jawel. Ik koffie opstaan. Ik heb moeten zelfs ook nog het vieren nog moeten kuisen, denk ik. Ja. Oké, ik ga nu de rijstbuidels opengooien. Ik ga eens even kijken hoe het de beeld is, daarna dat ik zo dichtbij ben. Dus ik ga nu jullie nu even draaien, want daar gaat nu alles plaatsvinden. Voilà, hier dus. Dus ik ga nu die rijstbuideltjes... Met die wie? Ga ik opensnijden, ja. Oh nee, sorry, laat maar. Oké, okay, ja, zeg maar. Nee, sorry, laat maar, zeg. Oké. Okay. Dan wil ik het sec ook meenemen. En ik ben nu even een scherm aan het zoeken. Deze, oké. Okay. Twee vorken en een lepel. Heb ik al een vork? Ja. Maar je hebt toch met één gekookt, dat is toch zonde om die weg te gooien? Ja, maar dat is niet zo lekker. Maar ik doe wel de afwas. Ik doe de afwas, mensen. We draaien een beetje mijn ogen dan op. Denk ik. Ja. Dus nu ga ik dus die rijstbuiteltjes proberen al het water daar zo wat uit te persen met mijn vork. En voilà. Ik heb wel tegen Chris zeggen dat jij hebt gezegd dat ik voor hem moest trekken, hè? Ja. En ik heb gezegd dat ze nog wel mogen mee had. Dat is wel waar. Maar als ze een hongertje krijgt, dat ze dan toch nog wat kan eten. Voilà, dat is rijstbuideltje 1. Nu gaan we nog naar de tweede toe. Dat is het zal wel druk zijn op de baan weer. Dat kan goed zijn. Waar heb ik nu mijn gsm? Dat weet, hier op de overwand. Dus mijn tweede rijstbuidelzak gaat nu open. Voilà. Die gooi ik hier ook in. Dat is nog niet alles. Ja, zeg maar, schat. Waar ga ik dat opzetten, s'avonds? Die overschaal. Op die... ja, maar dat is niet genoeg één, hè. Dat is een hele grote, hè. Dan zeg je dat midden erop. Ja, maar dan staat het nog op de tafel. Ja, maar ik heb er geen twee, hè. Ja, dan moet ik het op je oren s'avonds doen. Ja. Dus ik ga nu de kippenblokjes bij mijn rijst doen. En zijn koljoekels, ziet het? Ja. Wacht eens even, ik ga dat proberen daar. Ik ga proberen dus de boter er wat uit te halen. Met mijn lepel. Het ziet er goed uit. Voilà, alle boter is zo goed als eruit. Kan ik hier de kippenblokjes hier nog in doen? Maar ik ga toch aan mijn begeleiding vragen. Oké. Dus ik haal even ook mijn dingen eruit. Mijn pannenkin is juist groot genoeg, mensen. Je ziet het, hè. Voilà. En dan nog wat opkloppen. Dat mijn rijst, mijn kip en mijn gele currysaus wat onder elkaar komt. En dan is het eigenlijk klaar om
te eten. Voilà. Ik zal zeggen, bon appétit in het Frans. En nu zelfs nog in mijn oven nog ergens afkuisen. Dan nog de afwas terug doen. Dat we dan ook nog een gezellige avond hebben voor de televisie. Of een leuk spelletje misschien nog wel dat we gaan spelen. Misschien. Ik naar huis. Rummikub. Dik slapper. Dus Rummikub gaan spelen ofwel Uno gaan spelen. We gaan nog bezien wat we gaan doen. Maar sowieso, de afwas moet dan ook nog gebeuren. Ik kan ook al mijn potjes ook al wegzetten. Ik kan ook mijn afval al weggooien. Dat kan ik wel nu al doen. Dus als je wat kunt opruimen, doe het dan ook. Voilà. Dan heb ik nog één flesje. Want ik heb dat ook gezegd in mijn vlog. Ik ga dit bijhouden. Moet ik dit nog bijhouden of maakt dat ook weg? Nee, dat moet je bijhouden voor als we overschot hebben. Voilà, dan heb je dat toch goed gedaan, mensen. Dus ik zie jullie allemaal bij de volgende vlog terug. Dus ik hoop dat jullie er eens hebben van genoten. Van, ja, ik kan het zelf ook niet geloven dat ik het echt heb gedaan. 2 vlogs op 1 dag tijd. Chapeau. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Yo, yo, yo. En nog een nieuw van mijn schat. Yo.